Yes, mooi. Goed, we kunnen gaan starten. Deze mag kleiner, dan heb ik wat meer zicht. Goed, ik doe het niet alleen. Ik heb ook mijn zoon meegenomen en dat is Gideon. En Gideon, kun jij je kort even voorstellen wat jouw rol is binnen Keizer en wat je allemaal doet? Absoluut. Ik ben Gideon Lammers, momenteel werkzaam bij onder andere wat instanties. Mijn hoofdinstantie waar ik nu aan werk ben is Heliomare. Daar ben ik docent bewegingsonderwijs voor een uitdagende doelgroep. Leerlingen met een fysieke of een verstandelijke of een sociaal-emotionele beperking. Daarnaast ben ik fysieke trainer bij JC Toptraining in het FC Volendam Stadion. Heb ik ook in 2019 assistent fysieke trainer gefungeerd bij FC Volendam, de jeugd tot aan het eerste. Fit voor voetbal ben ik fysieke trainer, geef ik de voetballers fysieke begeleiding. En daarnaast natuurlijk bij de Keizer Workshops assisteer ik mijn vader. Dat ben ik, kort en bondig. Nou, dat is hartstikke mooi. Vader die zijn, of zijn zoon die zijn vader in de voetsporen loopt, altijd goed. Niet gepusht, maar gewoon... heel mooi dat het op deze manier gaat. Goed, mijzelf kort even voorstellen voor degenen die mij nog niet kennen. Mijn hoofdfunctie ligt wat meer bij Team NL gebeuren. En Team NL is dat linker plaatje hier, wat je ziet aan die kant. Waar ik gestationeerd ben bij Topsport Amsterdam. En dat is een van de toplocaties waar we Team NL als een home locatie bedient. Ik mag daar een aantal sporten aansturen in een fysieke traject richting... Olympische Spelen, EK's, NK's, noem maar op. Nou, de meest bekende die links onderin ziet, dat is Sanne Veerman. Die nog steeds in de race is naar Tokio om in de nationale ploeg te kunnen fungeren. Wat zo in het nieuws is met nu de bondscoach dames teruggetreden. Nu weer een nieuwe bondscoach. Met alle perikelen van dien proberen we toch dat traject zeg maar, te volbrengen om haar in het hoogste te laten shinen in Tokio binnenkort. Daarnaast ben ik met basketbal aan de slag. Ook net als bij Gideon bij Fit voor Voetbal werkzaam. Een eigen opleidingsinstituut van Dutch HDA, die ik ook samen met een partner Remco Sanders doe. Eigenlijk van alles wat. En dat maakt het wel mooi, omdat vanuit die oogpunt ik ook kijk naar fysieke voorwaarden. Dus ik ben ook op zoek naar situaties waarbij ik... Ja, tools kan inzetten die mij als fysieke trainer gaan helpen om de hulpvraag van de sporten die bij mij komen van Paul, ik wil explosiever bewegen, ik wil sneller kunnen wenden en keren. En dan gaan op zoek naar tools die dat zeg maar een bijdrage daaraan kunnen leveren. Nou, zo ben ik ook ergens terechtgekomen bij Keizer via zeg maar toen nog het zogenaamde API, het Athletic Performance Institution in Amerika toen nog. Het is nu zeg maar veranderd naar Exos. Misschien dat je die naam wat nog beter kent, die af en toe ook naar Nederland komt voor hun mentorships. Nou, de mentorships gevolgd en daar ook in aanraking gekomen ben met Keizer. En ja, toen is het eigenlijk het balletje gaan rollen en ook het kwartje ging vallen van hey, als je gaat zoeken naar vermogen, als dat is iets vanuit jouw visie wat jou aanspreekt en wat je vindt van hey, dat vind ik erg belangrijk, dan kom je eigenlijk bij een merk en dat is Keizer. Ook master trainer voor Keizer, dus ik mag daar voor Keizer een aantal workshops doen in het land bij clubs of bij fysiotherapeuten of gewoon clubs die met Keizer aan de slag gaan met een Fit & Plus boutique idee. Daar komen we later nog wel op terug in deze presentatie. Maar goed, vanuit dat oogpunt, hè, als je kijkt naar het zwemmen wat ik begeleid heb, het Olympisch roeiteam, volleybal mannen, rugby sevens, eigenlijk een heel breed scala van... fysieke kwaliteiten die en ook gewoon normale huisvrouwen en mannen om die naar een hoger niveau te brengen. Dat is een beetje de achtergrond waar ik uit voorkomt. Nou, zo gaan we kijken, wat is de route die we vandaag gaan lopen met z'n allen? Allereerst ben ik ook heel nieuwsgierig wie jij bent. Nou, er zijn heel veel mensen die ingezoomd zijn. Het is niet zo dat we elkaar allemaal gaan introduceren, maar daar heb ik een andere tool voor. Daarna gaan we kijken, gaan we inzoomen op het vermogen als principe. Wat is dat dan? Kan je dat niet met een weightstack doen, dan kun je het ook vermogen mee leveren. Of met een kettlebelt. Of, we zitten hier in de ruimte in Rotterdam als gast bij Tauven, bij Stride 60 till 8. Maar goed, het vermogen als principe, daar gaan we ons in verdiepen. Want het is een mooi bruggetje wat dan de rol van Keizer hierin is. En dat is zeg maar het derde plaatje wat je ziet van wat is de rol van Keizer hierin.
Als we dan die keizer eruit gaan halen, dan gaan we ons ook helemaal focussen op een stukje natuurkunde, fysica, maar op een hele makkelijke manier uitgelegd van ja, luchtdruk, pneumatische weerstand. Hoe werkt dat dan? En hoe staat het dan in relatie tot weightstack-achtige vormen van weerstanden? Nou, als we dat doorgenomen hebben, dan gaan we naar het Keizer 5-in-1 concept. Wat kun je allemaal met Keizer? Welke manier van trainen kun je daarin in kwijt? We gaan ons verdiepen in een Fit & Plus traject als boutique. En natuurlijk ook heel veel praktijk. Gewoon, ik ga rondlopen, Alwin die gaat mij volgen. We gaan samen met Gideon een aantal dingen voordoen. We discussiëren met z'n tweeën om jullie mee te nemen van de webinar The Basics of Keizer. Dus heel veel plezier. Goed, ik heb heel veel gesproken. Nu is de rol aan jullie om iets te gaan doen. En dat is de introductie wie jij bent. Hoe gaan we dat aanpakken? Niet dat we de Zoom helemaal gaan openstellen en dat één voor één gaan introduceren. Maar we gaan eens kijken naar de introductie die jij hebt ten opzichte van Keizer. En dat doen we met de volgende tool. Je gaat zo meteen naar www.menti.com. Daar vul je het getal in. Ik zal hem even verkleinen, dan kan ik het wat beter zien. Het getal 6857-2633. En dan krijg je een vragenlijst en dan staat de vraag: hoe ver ben jij bekend met het trainen op luchtdruk met Keizer? Er zijn een aantal mogelijkheden van, nou ja, ik heb totaal nog niet ben ik ermee bekend, tot wel eens van gehoord, tot nou, wel bekend, maar nog niet echt mee gewerkt of getraind. Of ja, ik ben ermee bekend en ik heb er ook wel eens mee getraind. Dat we een beetje beeld hebben van hoe de beginsituatie is van jullie als kijkers. Ik ga ook gelijk mijn scherm delen met jullie, zodat je ook gelijkertijd zo meteen kan zien wat de score is. Want ik kan een real-time kijken. Ik ga even met jullie mee. En de eerste resultaten komen al binnen. Als het goed is, zien jullie nou mijn scherm. Bekend en heb er al wel eens mee gewerkt, getraind. Die staat nu op de eerste plaats. Ik zal nog heel even terug dat je weet welke code je moet intoetsen. De code staat in feite ook bovenaan team. Dus die 6857-2633. Er komt weer een nieuwe binnen, bekend maar nog nooit mee gewerkt. Mooi. Nog 2 minuten en dan gaan we afsluiten. Dus 6857-2633. De meeste hebben wel ingevuld. Ik ben bekend en heb er al wel eens mee gewerkt en getraind. Dat is mooi. Dan kunnen we daar ook mee mooi vanuit komen. Er komt weer een aantal binnen. Totaal nog niet mee bekend. Zit op de tweede plaats. Die gaat zich weer wisselen met de bekend, maar er nog nooit mee gewerkt. Nou, het is in ieder geval mooi dat we het wel eens van gehoord hebben. Dat dat niet de reden is om zeg maar, op deze webinar ingeschreven te hebben. Mooi, nog 5, nog 4, nog 3, nog 2, nog 1 en mooi. Nou, de uitslag is op de eerste plaats wel bekend, wel mee gewerkt. Dus dat is mooi als beginsituatie om dat mee te nemen voor ons als wij de diepte ingaan op dit gebied. Nou, dan gaan we kijken naar het vermogen. Laten we daar eens mee starten. Vermogen als principe. We hebben alles wel eens gehoord van het verhaal van de clux. Coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid. Welk boek je ook openslaat vanuit trainingsleeroogpunt, dan wordt wel dat onderscheid gemaakt tussen die componenten. Waarvan ik vind, nou ja goed, er zijn ook wel mensen die ook wel kijken met me eens, dat de C en de L, hè, dat stukje coördinatie en dat deel van lenigheid of mobiliteit, meer zeg maar beweegvoorwaarden zijn om te kunnen bewegen. Je moet voldoende range of motion hebben. Je moet een bepaalde manier van coördinatie hebben om daar vanuit te kunnen gaan bewegen. En dan echt het uithoudingsvermogen, de kracht en de snelheid als vermogenscomponent te zien om daar iets mee te kunnen gaan doen. Je kan iets lang volhouden. Je kan iets verplaatsen wat heel zwaar is. En je kan je heel snel verplaatsen in een korte tijdsbestek. Dat zijn eigenlijk de vermogenscomponenten vanuit de clux gezien. Nou, als we die gaan filteren en we gaan echt kijken naar wat is dan dat vermogen wat zij willen, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid, komen we eigenlijk op een aantal ja, natuurlijke fysica onderdelen, variabelen die daar een rol in spelen.
Nou, de eerste, het woordje vermogen, zegt in feite al vanuit de mechanica het woordje P van power. En power wordt zeg maar uitgedeeld in wattage, dus in hoeveel watt je kan creëren als persoon. Dus dat is de P. Nou, die P die ontstaat niet zomaar. Er moet een aantal variabelen bij elkaar gestopt worden om dat vermogen te kunnen creëren. Nou, als we kijken naar die klux, dan staat het woordje kracht en snelheid komt er naar voren en uithoudingsvermogen als vermogenscomponenten. Nou, als we nou die F-factor eruit gaan halen, echt de force-kant, dus wat meer zeg maar naar de krachtkant gaan kijken, en we gaan het met speed of met snelheid combineren, dan kom je al heel snel op de formule power is force maal velocity. En dat wil zeggen dat je een bepaald vermogen kan leveren door een bepaalde weerstand uitgezet in force, maal een bepaalde snelheid die erin ligt, een bepaalde acceleratievermogen, de velocity kant, dan ontstaat een bepaalde wattage. Nou, als je dat die P is F maal V wat meer gaat ontleden, en je gaat even kijken naar de force kant, en dat ga ik zo meteen laten zien met behulp van een weightstack-achtige manier waar we in deze wereld mee te maken hebben, namelijk met de zwaartekracht, is dat de force, de kant, dus de F kant, dat is eigenlijk jouw massa die je gaat versnellen in de ruimte, dus over een bepaalde afstand. Dus eigenlijk is de massa maal afstand gedeeld door de tijd, maal zeg maar de massa, die bepaalt dan naar de F-kant. Nou, dat laten we even zien met een voorbeeld op de weegschaal. Dan heb je straks ook mooi het verschil tussen wat luchtdruk met je doet en de zwaartekracht die je als weerstand mee kan nemen in je trainingsvormen. Dus ik wil vragen, ik ga de host even overgeven aan mijn... even kijken, stop share. Dan ga ik even hierheen, host... En dan heb ik jou nodig. Dit is host me. En daar sta jij hier. Mooi. Ik ga jou even host maken. Make host. En als het goed is, Alwin, ben jij nu de host geworden? Klopt dat? Zie je dat? Ja. Mooi. Dan gaan we ons verplaatsen in de ruimte. We hebben hier een mooie situatie uitgebeeld. Ze zien jou. Ja, gaat via de laptop nu. Gaat via de laptop. Dan gaan we de laptop, als je de laptop meeneemt, even inzoomen op wat er gebeurt met de weegschaal. Om dat beeld te schetsen. Nou, als Gideon nu met het gewicht van 20 kilo erop gaat staan, is zijn massa die hij weegt op de weegschaal plus die 20 kilo, staat nu op de 100. Precies 100, dus dan is het mooi dat je een rond getal bent, 80. Nou, eigenlijk wat ook gebeurt met de zwaartekracht, op het moment dat je gaat, als je niet beweegt, dan is die mooie 100 kilo de 100 kilo. Wat nou wil aan gaan tonen, is dat een kilo niet de kilo is die jij in de lastarmen eigenlijk aan het doen bent. Want we gaan vragen aan Gideon, we gaan rustig naar beneden, we gaan controleren drie in de excentrische contractie, dus de meegevende contractie. En dan gaan we even inzoomen op de weegschaal zelf. Dan mag jij de 100 kilo. Wat hij nu gaat doen, nu gaat hij zich verplaatsen in de ruimte. Hij gaat omhoog. Boom. Wat je dan ziet, is dat die 100 kilo niet die 100 kilo meer is. Als het goed is, we gaan hem nog een paar keer doen, dan kun je hem nog een keertje goed zien, is dat hij eerst uitslaat naar een groter getal. Dat wil zeggen, hij moet een momentum creëren, een bepaalde extra weerstand om die 100 kilo te gaan verplaatsen in de ruimte. Dus dan gaat hij zich accelereren in de concentrische contractie. Vervolgens slaat hij dus uit naar een veel hoger getal dan die 100 kilo die hij als massa nu in zich heeft. En vervolgens slaat hij weer terug helemaal naar 0 en gaat hij weer terug naar de 100 en gaat hij daar weer mee spelen. En dat is straks het grote verschil met luchtdruk. Nog een paar keer laten zien, Alwin. Kun je weer inzoomen op het getal 100. Hij gaat rustig naar beneden. Dus als een beweging constant is en je gaat er kracht op leveren. Ja, nu gaat hij heel rustig, dat je nog beter kan zien wat er met het getal gebeurt. Hij slaat naar buiten om richting 120, 130 kilo. Gaat dan onder de 100 komen. Boom. En gaat helemaal terug. En als je heel snel... Ja, heel goed, Gideon. We gaan weer terug naar onze basis.
deel. Dan ga ik mezelf weer even host maken. Even kijken. Dan moet ik jou even weer pakken om mij host te maken. Waar sta jij? Oh ja. Dan ga ik deze. Ja, volgens mij ben je al host. Hè? Oh ja, ik ben gewoon host nog steeds. Dat is mooi. Top. Dan ga ik even mijn share screen weer. Als het goed is, hoor je hem nu weer. Ellen, dat is mooi. Dat is als het één. En even de host even teruggeven naar mij. Ik ben bij jou de host. Host de mier. Ja, en je moet naar mij toe. Ja, dus mag je deze als host maken. Oké, ja, top. Kijken of het gaat lukken. Yes, we zijn weer terug. Live en kicking. Ze waren bij het vermogen als principe. Even terug. En terug. En we hadden deze. Wat je dus ziet, is op het moment dat je een bepaalde massa hebt en die massa is niet in beweging en je wilt het in beweging zetten, dan kost het jou meer energie om dat te creëren. En dat is zeg maar een soort piekmoment in zeg maar jouw bewegingstraject. En dat piekmoment, zeg maar dat momentum wat je creëert, als dat groter is dan jouw beweging die je stil hebt staan, dan ga je dat verplaatsen. Dat is op zich hartstikke mooi. We leven in een wereld waar de zwaartekracht ons zeg maar naar beneden trekt. Dus we moeten op het moment dat we gaan bewegen, moeten een grotere kracht creëren dan onze eigen massa om ons eigen in een versnelling te maken. Als we gaan kijken in de ruimte waar zeg maar gewichtsloosheid heerst, dan is er geen zwaartekracht. En eigen zwaartekracht hebben we nodig om sowieso onze botten zeg maar, te laten functioneren. Een soort compressie die op de botten komt, zodat wij een stevige botmateriaal hebben. Dat zie je ook in de ruimte. Op het moment dat zij terugkomen uit de ruimte en ze hebben geen zwaartekracht die de compressie creëert, dan is ook de botdichtheid is ook vele malen minder dan dat ze op aarde leven. Nou, dat gezegd te hebben, is dat we de zwaartekracht nodig hebben om te kunnen verplaatsen. Alleen wat we ook zien is dat er een momentum gecreëerd wordt aan het begin van zeg maar, bewegen en aan het eind van bewegen als we weer vanuit die nulpositie, dat je zeg maar, terug van de 100 kilo die hij had, ging hij eerst naar de 120, 130. Vervolgens ging hij onder die 100, 120. En als je het heel goed doet, wat skiers heel goed doen, dat is hoogendlast doen. Dat wil zeggen is dat je eigen de druk van jouw skis op een soort nulpositie, en als het moment dat je in een hoogendlast omhoog komt, waardoor je heel makkelijk jouw skis zonder wrijving weer kan wegplaatsen in een volgende bochtje als je dat zou willen. En dat betekent dat je gaat spelen met hoogendlasting en diefendlasting om de druk van jouw massa naar nul toe te brengen. En eigenlijk zie je dat ook, dat is een voldoende voorbeeld. Straks met luchtdruk gaan we dat anders bekijken. Dus onthoud het, bij acceleratie vermogen om die in te verplaatsen heb je een acceleratievermogen die een piekmoment creëert in het hele traject. Goed. Dus eigenlijk kunnen we, als we kijken naar vermogen, kunnen we ons met methodische werkwijze ons richten op de forcekant. Dat wil zeggen, we kunnen vermogens trainen met het accent op kracht kunnen creëren in onze programmering. We kunnen het ook op de velocity kant creëren, dus de snelheidscomponent. Dus dan ligt het accent op snelheid. En we kunnen ook de T meenemen, ofwel de distance, en dat langer tijd volhouden. En dan krijg je meer het accent op de duur van de vermogen die je kunt creëren. Dus dat kunnen we trainen. De P helemaal linksonder is de F, kunnen we accent geven. We kunnen de V accent geven. We kunnen de snelheid, maar dan in tijdsduur proberen te accentueren. Zeg maar een soort vermogen, een repeated vermogen creëren. Of we kunnen een forcekant in tijdsduur. Dat je heel veel kan verplaatsen in een bepaalde tijdsduur. Nou, dat gezegd te hebben, wat is dan keizer? Wat is dan de rol die keizer vervult in dit hele verhaal? Wat is dan anders dan de weightstack die we net gezien hebben met een Olympische barbel? Nou, eigenlijk is het grote verschil is dat we eerst gaan kijken naar een mooi filmpje die jullie gaan horen en die jullie ook gaan zien. Let's go. Video. Sinds de
resistance. When we move heavier and heavier mass, yes, we do get stronger. But strength is only half the equation. The other half is speed. It doesn't matter if you're a pro athlete, a weekend warrior, or senior on the golf course. Strength at speed is at the very core of taking performance to higher levels. This isn't our opinion. This is the law of physics. Take a baseball swing, for example. To make the ball go farther, you must swing faster. Simple. The bat isn't getting any heavier, so why only train for strength when speed is what's needed? It's why they call it bat speed. And strength training at speed, that's true power. And what is power? Power is strength times speed. This is why Kaiser developed the pneumatic variable resistance system to develop real power, not just strength. Here's how it works. We've modified a simple leg extension machine so that the left leg is using traditional iron weights and the right leg uses Kaiser's system. We further modified this machine by adding a force transducer to measure the actual force being applied, along with a position transducer to measure the flexion of the joint. This allows for an accurate, real-time comparison of these two resistance methods through the entire range of motion. Now, we're going to start out slow. As both legs move through the range of motion, we can see that the force and the flexion are pretty much identical. If you're going to train slow, it's obvious that you don't need Kaiser. Traditional resistance of moving physical mass is good enough. Now, let's introduce speed into the movement. First, the iron side. When moving at a faster speed, the iron side shot loads the joints, tendons, and ligaments at the onset of the motion because, as we know, it takes a lot more force at the beginning of our movement to get the mass moving. The variability is now working against us. And as this mass gains momentum, that mass ultimately gets lighter. And when we move at this speed, that mass starts to come right off our foot. It's pretty obvious that we are losing much of the workout's effectiveness. Now, let's apply speed to the Kaiser side. Since we aren't dealing with any mass, the laws of physics are no longer a barrier, and therefore, we can maintain the desired variable resistance curve at any speed. So at the initial takeoff point, when our joints and connective tissue is at its most vulnerable, the resistance is lighter. As we continue through this movement, the resistance increases where we need it most, the muscle. It's really that simple. Only Kaiser's system makes true functional training possible. You can't call it functional training if you can't do it at speed. Train slow, be slow. Train fast, be fast. Train heavy and fast, be powerful. Because strong can be stronger. Fast can be faster. Power can be more powerful. Because science is on our side. Kaiser, because good enough isn't. Mooi. Nou, al een... Even kijken. Goed, even een aantal dingen eruit halen uit het filmpje. Wat we gezien hebben aan het begin, dat zowel de pneumatische manier, dus de luchtdruk manier van Kaiser, vergeleken wordt met zeg maar, een weightstack-achtige manier van trainen in een leg extensie. Bij beide op een hele rustig tempo, dus in dit geval was het 4 op en 4 terug, dus 4 seconden zeg maar in de concentrische contractie en vervolgens 4 seconden terug in de excentrische contractie. Heel rustig op en neer. Nou, op het moment dat je op die manier traint voor hypertrofie of een time under tension die je graag wil hebben, dan zie je dat er bij de weightstack en de Kaiser niet echt een groot verschil zit. Je ziet echt een mooie afvlakking in beide curves. Op het moment dat je daarentegen iets wat meer snelheid gaat inbrengen, en je kunt je afvragen, ja Paul, waarom zou ik snelheid erin brengen? Nou, zo meteen een aantal redenen die je daarvoor, tenminste die ik daarvoor gebruik, is dat het verschil gaat opleveren dat in het momentum die je creëert aan het begin, moet je dat gewicht wat op nul snelheid zit, moet je in versnelling brengen. Kost heel veel kracht en zie je een piekmoment in dat helemaal rechtsonder plaatje hoog met in die forcekant zitten. Terwijl als je gaat kijken bij het begin bij een pneumatische, een luchtdrukachtige manier van weerstand, is dat die mooi afgevlakt blijft de hele tijd.
Dus een van de voordelen om met dit soort materiaal met Keizer te werken, is dat het momentum aan het begin van de beweging wordt weggenomen van je. Dus ook dat tissue waar dit piekmoment op aangetrokken wordt of in geduwd wordt, dat is al vele malen minder. Nou, dat kun je afvragen, is leuk, weet ik, heb ik wel eens. Wat is dan het voordeel daarvan? Nou, een aantal voordelen. Allereerst als ik kijk naar mijn werkzaamheid als Team NL fysieke trainer. Mijn sporters bewegen heel veel tegen de zwaartekracht in. Die krijgen dus heel veel van die grote momentum te verwerken. Nou, dan kun je zeggen van Paul, dan moet je robuust op laten worden. Dus ook in je trainingen moet je ook heel veel werken met momentums. Want dat is ook hetgeen wat ze in de wedstrijd worden gevraagd. Nou, als we gaan kijken naar belasting en belastbaarheid, is dat als ze al heel veel doen op het veld om dat momentum te creëren in hun bewegingen, wil ik ook een situatie creëren waar ik wel die snelheid en die speedcomponent kan aanspreken, zonder dat die belasting op de gewrichten, op het tissue, nog een keer op die manier nog eens extra wordt aangesproken. Dus eigenlijk wat ik weghaal is alleen het momentum vanuit zeg maar, het bewegingstraject. En ik ben wel blijven spelen met die speedcomponent, waarbij het zenuwstelsel, want als we het hebben over speed, wordt die vaak aangestuurd, of eigenlijk voornamelijk aangestuurd door het zenuwstelsel, om die wel te trainen, zonder dat die spieren daarin te grote belasting en de gewrichten daar een grote belasting op krijgen. Dat is één. Dus één overweging dat ik ook kies in mijn hele periodisering van hey, momenten waar het om gaat, is dat ik die lood van zeg maar, mijn belastinglood van mijn sporters of van mijn klanten weghaal om die op die manier aan te spreken. Het tweede is de ouder wordende mens. Nou, als we kijken in deze tijd waarin we leven, we worden ouder, maar we willen ook mobieler blijven. Nou, het eerste, als we kijken naar aging, is wat zeg maar terugloopt, zijn ze de fast twitch fibers, de type 2 vezels. Met andere woorden, als je dat niet aanspreekt, dat is functie vormt het orgaan, een mooi principe. Als je de functie niet aanspreekt, dan gaat het orgaan zich ook aanpassen aan die situatie. Ik ben zelf opgegroeid in een verzorgingstehuis met demente bejaarden. Die leefden gewoon 24-7 bij ons. Wij woonden boven en onder hadden we een recreatiezaal met slaapplaatsen en noem maar op. En ik als klein jongetje liep er rond en mijn ouders gingen ook gewoon douchen met hun. En ik liep er zo langs en dan zag ik een heel groot vel aan de achterkant hangen naar beneden. En ik dacht, nou, een beetje raar, waarom zo'n groot vel aan de achterkant vanaf de rug gekeken, eigenlijk bij die bovenbenen kwam het eigenlijk terecht. En op het moment dat ze die billen gingen wassen, moesten ze dat vel omhoog en dan gingen ze daar weer onder wassen. Met andere woorden, later realiseer ik me van, oké, die mensen, die zitten heel veel in de stoel. Die bilspieren hebben helemaal geen functie meer. Nou, functie vormt dat orgaan als principe. Op het moment dat je die functie niet aanspreekt, gaat ook dat orgaan gaat, zeg maar, atroferen. Neemt in omvang en in functie neemt die af. En dat realiserende is dat je die bilspier als motor van de beweging, als je gaat zitten en gaat staan om richtingsverandering te kunnen weerstaan, het afstappen van een stoepje, om die verstoringen aan tegen te gaan, moeten die fast twitch fibers continu, zeg maar, ook op scherpte zijn getraind. Andere woorden, je moet dus ook situaties creëren in jouw trainingsmethodiek bij de ouder wordende mens, om die snelheid, die speedcomponent ook aan te spreken, want die is best wel trainbaar, ook op hoge leeftijd bij oudere mensen, zoals onderzoeken van 7 tot 80-jarigen, die zeg maar ook nog een winst inhalen bij de aansturing van het zenuwstelsel. Dus ook die adaptatie is nog steeds aanwezig. Nou, daar ga je op zoek naar veilige methoden om in ieder geval te zorgen dat die fast twitch fibers worden aangesproken, zonder dat die tissue, bij de ouder worden de mens, die peesaanhechtingen, wordt wat minder, wordt wat stijver, wordt wat, denk aan de stijfheid van oude mensen die zeg maar rondlopen. Daar wil je van afblijven. Je wil dus niet dat piekmoment creëren wat een blessurerisico in zich heeft. Goed, dat wetende kun je dus op een hele mooie manier ook trainen met een keizeromgeving, ofwel staande of zittend in jouw situatie, om die fast twitch fibers aan te spreken. Dus dat is de tweede reden waarom ik ook vaak kies bij reguliere klanten, vaak de ouder wordende mensen, om ook op speed te trainen. Ga ik dat doen met een dumbbell of met een kettlebell, dan wordt het tissue wat we zien in de linksonder, wordt aan het begin van de beweging zo aangesproken. En ook aan het eind, want hier zie je een mooie drop naar beneden, richting zeg maar onder de 20. Maar op het moment dat jij dat gewicht verplaatst hebt, moet je het ook weer kunnen opvangen. Dus dat betekent dat die piekmoment weer omhoog gaat. Dus je krijgt twee piekmomenten in het tissue aan het begin van de beweging om hem weg te zetten en om weer op te vangen op de weg terug.
Nou, dat kun je ook heel goed zien in een poelie. Zometeen gaan we kijken naar de poelie van Keizer. Dat op het moment dat je een poelie heel hard trekt, dan gaat het koord, die neem je mee. En omdat je zoveel snelheid inzet, gaat het koord als het ware in. Want we hebben de wet van de traagheid. Op het moment dat je iets in beweging zet, wil dat object ook in beweging blijven. Dus dat koord trekt als het ware het gewicht verder. Komt eigenlijk niet meer op spanning. En ineens slaat hij weer terug, waarbij je ineens weer jouw spanning moet creëren. Dus weer een piekmoment in de beweging, in de teruggaande beweging. Nou, dat wil je een beetje voorkomen bij de ouder wordende mens. En die zie je steeds meer terugkomen in de sportcentra. Dat is een goed teken dat zij ook denken van, hey, ik wil mobiel blijven. Ik kies voor een omgeving waar ik mijn lijf kan gaan trainen. Nou, als we daar wat keizermateriaal ook in hebben om die speedcomponent aan te spreken, dan heb je een mooie, zeg maar, aanvulling op jouw segment voor wat de jongeren en de ouderen en noem maar op. Dus dat is een beetje het verhaal van Keizer. Maar goed, dan weten we nog niet wat het verschil is tussen pneumatische manier van weerstand en de weightstack manier van weerstand. We zien wel dat bij de weightstack we een momentum hebben en bij een luchtdruk manier dat niet aanwezig is. Hoe komt dat dan? Nou, dat heeft te maken met het hart van het keizer. En daar gaan we nu naar kijken. En het hart van het keizer is, zeg maar, het volgende. De wet daarvan, de fysica. Laten we kijken. Dus we weten, in deze wereld waarin we leven, speelt één grote deel een rol en dat is de zwaartekracht. En uit een biomechanica weten, hebben we net gezien, in kilo is niet altijd die kilo die je hebt. Dus die 20 kilo bij de Olympische stang bij Gideon, met zijn massa van 80 kilo, met een combinatie van bodyweight, spiermassa en vetmassa bij elkaar en botten, is niet altijd hetzelfde massa die je aan het verplaatsen bent. Juist aan het begin van de beweging, als je hem gaat overwinnen, je gaat als het ware accelereren, en ook bij decelereren, zien we dat die piekmomenten gecreëerd worden. Dus als je in rust bent, prima, dan is gewoon de kilo die je op de weegschaal ook ziet staan. Maar goed, op het moment dat we gaan bewegen, en dat is in onze situatie waar we de mensen in willen gaan laten trainen, is dat we ze laten bewegen, is dat die kilo met de momentsarmen die we ook nog creëren in de gewrichten, niet altijd die kilo met die hoge tissuewaarde. Dus in rust en bewegen op in constante snelheid is een kilo inderdaad een kilo hier op aarde. Maar goed, als we gaan bewegen, als we gaan accelereren en decelereren, verandert dit. Denk ook bij jezelf, van op het moment dat je accu leeg is en je wilt hem laten aanduwen en je gaat het eerste gedeelte achter je auto staan met z'n tweeën of met z'n drieën, is het eerste gedeelte vanuit die nulstand, die nul bewegingssnelheid om in beweging te brengen, kost jou heel veel force, heel veel kracht, heel veel weerstand die je moet overwinnen. Op het moment dat je aan het bewegen bent, dan lijkt het wel of het veel minder zwaar is. Terwijl die massa van die auto, die verandert niet. Alleen door, zeg maar, de wet van de mechanica te gebruiken, de wet van de verminderde meer of de wet van de traagheid, is dat die gewoon lekker in beweging wil blijven en dan kost je wat minder force. Denk ook eens een keer, als je in de lift staat en je gaat naar de 14e etage en je doet hem aan en je wacht en hij gaat ineens in beweging, dan lijkt het wel of je in elkaar gedrukt wordt. Eigenlijk de massa die je hebt, wordt als het ware in compressie in elkaar gedrukt. Dat betekent dat als je 80 kilo weegt, dat er ineens meer dan 80 kilo op je lijf ineens opgezadeld wordt. Dus dat is, zeg maar, het verhaal achter de normale biomechanica. Nou, laten we kijken wat dan het verschil is. Dus met het auto wegduwen, wat het voorbeeld we net gezien hebben, hier nog eens een keer laten zien. De hart van Keizer. Wat is dan het verschil? Nou, het eerste wat ik wil aangeven is dat we straks de appels met de peren niet moeten gaan vergelijken. Je kan niet zomaar zeggen van, oké, als ik een bench heb van, hoeveel bench jij, Gideon, op dit moment? 115. 150 kilo benchen is, als ik dat op een, zeg maar, een luchtdrukachtige manier ook in een bench situatie, in een power rack zou gaan accentueren, ook daar 150 gaat instellen, dan is dat niet vergelijkbaar. De 115 luchtdruk die je creëert is anders dan, zeg maar, de 115 kilo vanuit een weightstack die je weg moet duwen vanuit, zeg maar, die lage positie. En hoe komt dat nou? Nou, dan zie je aan de linkerkant een mooi, zeg maar, alles uitgepluist zonder toestel daarin te laten zien. Zie je dat een compressor aanwezig is om die lucht als het ware in elkaar te drukken. Dus als het ware via cilinders pers je als het ware compressie in, zeg maar, de leidingen van een keizerapparatuur. Dat betekent dat je met een bepaalde plus- en een minknop dat kan gaan bedienen. Persoonlijk, als ik kijk naar mijn sporters, vond het in de eerste instantie altijd heel lastig om te werken met Keizer. En dat had te maken met dat zij denken in weights, dat ze denken in kilo's. Oké, ik bench dus 100 kilo, dus ik gooi ook 100 kilo op een Keizer. Ze konden het verschil niet maken van, hé, maar een luchtdrukomgeving is anders dan, zeg maar, een weightstack omgeving.
Als je dat verschil goed zeg maar, kan hanteren en het niet noemt als kilo's op een bepaalde toestel, maar je het gewoon zegt, weerstand is 10, weerstand is 12, dan voorkom je dat cultuurverschil van, ik kan veel meer bankdrukken dan ik kan bankdrukken op een luchtdrukmachine. Dus slaat ook nergens op. Nou, dat heeft te maken met dat die compressie een mooie curve, een weerstandscurve kan creëren die buiten al de fysieke toestanden van de zwaartekracht omgaat. Dus je haalt eigenlijk de zwaartekrachten weg uit jouw trainingen. En dat heeft te maken met de mooie compressor die je aan die kant ziet. Laten we eens kijken naar verschillende mogelijkheden die daarin spelen. Bijvoorbeeld, wat je aan de rechterkant ziet, is dat de compressie bij bepaalde toestellen, dat je een soort vlakke curve kan creëren. Dat wil zeggen, is dat de weerstand in elke hoek die je uitvoert, blijft diezelfde weerstand als het ware doorgaan. En dat zie je terug in de standing hip. Dat zie je in de, zeg maar, de Infinity series zeg maar, van een functional trainer. En je ziet het terug in de power rack. Met andere woorden, de hele in welke hoek je ook zit, diezelfde weerstand voel je. Daarom geeft het ook een heel ander gevoel op het moment dat jij een squat doet in een power rack. Of een squat zeg maar, los van het power rack in een normale weight stack omgeving. Omdat in elke hoek daar een ander zeg maar, belasting in de weerstandscurve op afkomt komen. Nou, als het tweede zie je aan de rechterkant, zie je een andere curve ontstaan. En die curve is wat meer ascending, dus die neemt als het ware toe. En dat betekent dat aan het einde van je duwbeweging, dat je daar zeg maar de hoogste weerstand heeft. Dus je gaat als het ware een mechanische voordeel creëren door de hele consensus contractie. En die zie je voornamelijk bij zo'n power squat, bij een leg press, bij een, de A300 chest press die je aan deze kant ziet, aan de linkerkant van het plaatje. De A300 leg press die dan heel mooi is, daar gaan we straks ook iets mee gaan doen met een bepaalde test. En de power squat zelf, de A300 squat. Dus die neemt als het ware toe. Op het moment dat je bovenin bent, bam, dan krijg je daar de grootste weerstand te verwerken. En dat is een mooie aanvulling op jouw reguliere trainingsmethode. Dus je moet niet het ene weggooien en het andere in de plaats maken, maar dat je het gaat combineren. Dat je combinaties gaat zoeken van, hey, weight stack omgeving, power omgeving. Ik zal zo meteen met Gideon een mooi voorbeeld laten zien hoe ik vaak werk met mijn sporters vanuit een... Wil je niet jouw scherm? Wel toch? Dit is wat zij zien. Ik heb net een melding van iemand. Oké. Althans, wat jij ziet, dat zie jij ook, toch? Ellen reageert. Ik heb gewoon beeld. Oké, door. Bedankt Ellen voor dat je weer een mooi beeld hebt. Waarbij het feit gekomen van dat je ze zou kunnen gaan combineren. We hebben dus de formule power is force maal velocity. Nou, misschien dat je de force kant misschien uit een weight stack omgeving kan halen. Vervolgens ga je de velocity kant ga je omzetten in een keizerachtige methode. Vervolgens ga je nog eens een keer een supra-maximale belasting op creëren met een assist methode met een functional trainer. Nou, dat zeg je op dit moment nog niet. Weet je wat? We gaan dat gelijk maar eens even laten zien. We gaan Gideon als testmateriaal meenemen en we gaan een voorbeeld creëren waarbij de combinatie van keizermateriaal met weight stacks, met allerlei vormen die we daarin hebben, om die maar in een soort triple, een soort tri-set achter elkaar te gaan functioneren, waarbij de power centraal staat, waarbij we de F-kant gaan aanspreken, de velocity-kant gaan aanspreken en een beetje dat tissue een klein beetje niet zoveel gaan belasten. Er waren nog meer mensen. Gaan we het weer proberen? Ja, we gaan het weer proberen. Ik ga jou weer host maken. Althans, dat gaan we proberen. Dan ga ik deze even stop sharing. Yep, deze weg. Vier halen gaan maken. Vrije diepte. Zeggen in zijn functionele diepte. Even een check tussendoor. Horen jullie Paul nu praten en zien jullie Paul ook? Ja? Oké, dan gaan we verder met filmen. Ik wil hier zeg maar de assist methode. Harder praten, Paul. Mijn doel is hier de create-up bar koppelen aan de functional trainer. Omdat ik zo meteen wil, is dat hij in zijn sprongbelasting, want dit is zeg maar een vorm die gebruikt bij de basketballers om hoog te kunnen springen vanuit twee benige situatie, om zeg maar die te trainen. Dat doen we vanuit een F-kant.
een normale bodyweight-achtige vorm. En die gaan een laatste afzetten als derde, of meten de Franse methode heet wel, om daar mee te assisteren. Ik ga hier een heel groot getal op gooien, waar hij straks mee gaat springen. Springen? Ja, dat gaat springen. Vier, klaar? Vier herhalingen. In het rek. Praat in de camera, Paul, sorry, zie je niet. Vier herhalingen. Gaat staan, komt weer naar beneden. Exclusiviteit van de pauw, die omhoog. Laatste drie. Het zijn voorbereiding. Boom. Laatste twee. Diepte. Tjap. Laatste. Tjap. Brek hem erin. Loop naar voren. Boom. Goed. Mag je gaan staan doen. Vier stuks. Zo hoog mogelijk brengen. Uit de stand. Naar deze voet. Mag hier los. Dit voor je weet. Het kan. Weet je aan deze kant. Dan zit het tegen de wand. Als ik aan. Vier stuks. Hoog. Tjap. 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 Laatste. Tjap. Oké. Okay. Maak hem af. Zes stuks. Met de assist. Kaats op de grond. Zes. Kaats, 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 kaats. Jump. Pop, pop, pop. Kaats. Laten we nog heel even zien. Dat de vanaf deze kant echt kaats, 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 kaats. Op die manier zeg maar, als je gaat combineren vanuit een F naar een bodyweight power, velocity kant, naar een assist methode om de druk even die enkels weg te halen, wel die snelle vezels te kunnen creëren. Dat is een voorbeeld van hoe je kan combineren keizer met een weightstack omgeving, waarbij je niet alles op een keizermachine doet, of alles op een weightstack-achtige manier doet, maar die juist gaat combineren. Dat maakt 1 en 1, maakt 3, maak je ook sterker.